Ja, schat. Hou je niet meer van Rambo? Oh, maar Rambo vindt jou... Naar een nieuwe video van mij. Vandaag een hele speciale dag. Ja, ik heb namelijk een heel leuk idee. Ik wil op alles wat Zoe vraagt, Zoe is natuurlijk mijn kindje van 4, ja zeggen. Ja zeggen. Ja zeggen. Ja zeggen. Ik ben op je vraag. Ja, 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 ja. Dus alles wat zij zegt, mama, zullen we dit? Mama, wil je dat? Mama, mama, ik hoor 1001 keer per dag, mama. Maar het antwoord vandaag is... ja. Ja, ja, ja. Dus. Ze is nu bij Gina, daar heeft ze vannacht geslapen. Dus ik ga even kijken hoe het met haar is. Mama! Vriendin! Zijn wij Team Black vandaag, Jean? Wat? Team Black. Ja, mama. Ik dacht dat je zei Team Black. Oh, nice. Zo. Hoi. En het antwoord vandaag is... Rambo. Ja. Ja. Oh. Hoi. Rambo. Hoi. Mama, heb je mij niet gemist? Heb jij mij niet gemist? Wel. Oh. Waarom kom je eens met mij? Oh, ja, Rambo is altijd helemaal druk, hè, bij Pepper. Oh, kijk, kijk, kijk. Nee, is goed, Rambo. Gaan ze nou weer naar boven? Mama. Ja, schat. Ik hou je niet meer van Rambo? Oh, maar Rambo vindt jou... Ga op de bank zitten. Oh, wat heb je mooie vlechtjes. Ik hoorde hem. Hey, Vissa. Oh, het is weekend. Ik weet niet wat het is. Oh. Ondertussen. Kijk eens zitten ook, hè. Hebben we nog niet eens Maribu op, Jean? Of jij wel? Het is zondagochtend. Ik heb het koffie op. Ik alleen eens mintje. Wil jij hebben? Kijk, zie je nou wel weer van Rambo? Oh, zie je? Oh, je nou wel weer van Rambo? Ach, de liefde gaat ook zo snel, hè. Hoi, Bobby. Laat je kunnen slapen met haar naast je. Zeker. Waarom zijn ze heel wakker? Mama. Ze was echt klaar wakker. Ze ging echt zo recht opzetten. Zo van, ja. Meen je? Oh my god. Ik heb de tv aangezet en ik ben veilig oh, geslapen. Oh, top. Ideaal. Ideaal. Oh, wat een liefde. Kom maar erbij. Met z'n allen. Zo, nou, happy family zo. Mama, pak die slinger. Ja. Doe je een Rambo vast. Zo, wat wil je gaan doen dadelijk met de hondjes? Wat wil je gaan doen, schat? Met de hondjes. Knuffel, Rambo. Mama, knuffel. Wat wil je doen met de hondjes? Wandelen naar het bos. Mama, knuffel. Oké, Gina, wandelen naar het bos. Rambo. Ja. Ja, 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 ja. Rambo wil echt heel graag naar het bos, zie je? Mama, knuffel! Maar hij denkt, oh, moet ik dan wandelen? Kan ik dan wel opgetild worden? Ja. Nou, zo jij wou naar het bos? Uh-oh. 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 Ach, waar is Pepper? Oh ja, hier. Als je Pepper kwijt bent, dan staat ze naast je. Ja. Naast jou, ja. Ja. Oh, die rent ver. Doei, Zoe. Oh, kijk uit. Ah, bah. Wat zeg je, Zoe? Ik wil naar oma. Je weet wat dat betekent? Ja. Ja. Wil je naar oma? Ja. Oké, okay, dan gaan we naar oma. Ja, 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 ja. Nou, zij loopt gewoon, hè? Oké, okay, een hele steile helling. Zoe, is het moeilijk? Oh, okay. Nee hoor. Oké, okay, Jean, dat kunnen wij. Toch? Zie je? Ja. Het valt wel mee. Woe! Pepper en Rambo hebben gewonnen en Zoe! En nou komen wij! Wow, 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 wow! We hadden de finish! Gewonnen! Ah, en nou ben ik moe. Jij, Zoe? Ik ook. Oké. Okay. Doei! Doei, Gina! Doei, Zoe! En Zoe wil naar oma, dus ja. Doei! Doei! Doei, Peppy! Doei, Peppy!
Was het leuk met Gina? Oh. Doei Gina! Nu wou je toch naar opa en oma? Oké. Ik wou alleen zien hoe het voor mij is te komen. Oh, is goed. Gaan we dat doen, ja? Voor Levi en voor Lisa. Nee, ook voor jou gekkie. Je bent toch een lief kindje, toch? Maar als het alleen voor Mila, Levi en voor John is. Zo is Sinterklaas helemaal niet. Dan ben ik verdrietig. Dan ben ik ook verdrietig, schat. Komt goed, ja? Ik ga even rijden. Tot nu toe overleef ik de dag nog heel erg goed met alles doen wat Zoe wilt. Ze is nu helemaal klaar. We gaan nou naar opa en oma, want daar is Sinterklaas geweest. En Max Verstappen gaat natuurlijk racen, dus dat gaan we altijd samen kijken. Benieuwd wat Zoe me daar allemaal vraagt. Kijk eens wie daar boven is! Kijk eens naar boven! Alles gekregen! Hallo! Robbe, wat hebben ze weer gedaan? Wat is er aan de hand hier, Jordan? Kom maar eens kijken, ja, wat ik in een schoentje vind, die beste wat kan je goed zingen? Wat goed! En schaatsen en... Ben je knap? Wauw! Ja. Is dat deze? Ja. Is dat deze? Ja. Ja? En waar moet dit blokje dan? Omdraaien. Eerst omdraaien, kijk hier. Moet je goed kijken. Ja, moet je goed kijken. Waar moet die? Die moet. Kijk. Ja. Ja, dit is de achterkant. En nu wil ik dat alles liggen snel, hè? Papoe. Ja, precies. Wat kleur is dat? Roos. Ben je druk vandaag? Dat ja. Wat wil je nog doen, eigenlijk? Leuke dag gehad? Ja, ik ook, schatje. Nu lekker naar huis. Wat is? Jij brengt mij naar huis. Nee. Sowieso nee. Over wel. Vind je het ook een beetje leuk, oma? Moet je dit ook mee? Sowieso. Lukt dat wel? Dadelijk gaat het zo om. Ik hou me vast. Vond je het ook leuk, oma? Heel leuk. Ja? Echt geweldig. Je had het goed geregeld. Goed geregeld had ik het, hè? Ja, goed. Behalve van de Malibu. Nee, dat is een beetje jammer, maar goed. Nou ja, jammer van de Malibu. Kan niet alles hebben. Ik kan niet alles hebben. Vond jij het ook leuk? Vooral die harde muziek van opa vond je leuk, hè? Ja, die vond je leuk. En wij gaan nu lekker naar huis. Oh, kijk. Oh, Sasha. Oh. Nou, voel ze maar zo'n spanning. Zo, inmiddels lig ik lekker in mijn bedje. Zoe slaapt ook al een tijdje, gelukkig. Ik heb net ook nog heel eventjes Call of Duty gespeeld. Wat een weekend, jongens. Oh, jeetje. Ik heb dus vandaag Zoe een beetje verwend door alles wat te vroeg ja te zeggen. Nou moet ik zeggen, Zoe is echt zo'n ontzettend lief meisje dat zij... er niet snel misbruik van zou maken. Maar goed, zij wist het natuurlijk niet. Dus ze zei bijvoorbeeld dat ze naar het bos wilde. Nou, dat hebben we gedaan. Ze wilde naar oma toe, dat hebben we gedaan. Dus maar goed dat ze niet zei dat ze naar oma Dikkie wilde. Want dat is namelijk mijn moeder. Die woont in Alkmaar, maar die komt woensdag of donderdag. Omdat het natuurlijk 5 december is en dan gaan we pakjesavond vieren. Maar als ze dus zei dat ze daarheen wilde, dan was ik echt de sjaak. Want dan moest ik ja zeggen en er ook naartoe of zo. Ja, belofte maakt schuld. We hebben dus in ieder geval bij de moeder van Kevin, oma Marije, hebben vandaag een hele leuke middag gehad. Met een soort van, weet ik veel, de kind had allemaal de schoen gezet. En gewoon gezellig Sinterklaasmiddag. En ze heeft best wel vaak gevraagd of ik met haar wilde spelen. Echt een beetje moe. De drinken pakken, de blue pakken. Of even, weet je, snap je een beetje allemaal dat soort dingetjes.
waar normaal gesproken ik ook wel altijd ja op zeg eigenlijk. Maar toch ben je ook wel eens moe of zo. Dat je denkt, ja sorry, ga nu maar eens even zelf spelen. Maar goed, dat heb ik nu dus niet gedaan. Dus nu ben ik echt continu met haar bezig geweest als ze me dat vroeg. Ze heeft ook zo'n Sinterklaasboek gekregen met allemaal van die stickers en zo. Wat er dan overal mocht plakken. Ja, stiekem vind je dat zelf ook helemaal leuk. Kevin is nog altijd aan het gamen met King, Paul King. En ik lig heerlijk in bed. Want morgen moet ze weer naar school. En ik denk echt, weet je, de boel. Aju, ik ga lekker naar bed. Even wat slaap inhalen. Ik ben best wel moe. Want morgen begint alles weer. Oh, 7:00 de wekker. Pff, sta ik toch pas om 7:30, 7:45 op. Om 8:30 moet ik altijd vertrekken, anders ben ik echt te laat. Ja. Ach ja, ik hoop wel dat jullie het een beetje een leuke vlog vonden. Ik ga dat denk ik ook een keer met Kevin doen of met iemand anders. Of maar dan een beetje wat extremer. Maar goed, je moet natuurlijk ook een beetje opletten. Want tegenwoordig mag het natuurlijk niet zo heel erg veel meer met corona. Maar het was wel echt een hele leuke dag. Ik denk echt dat ik vaker even naar het bos toe ga met de Rambo. Ja, even lekker uitwaaien. Heerlijk. Nou, voor jullie allemaal wel trusten. Dank jullie wel voor het kijken. Mocht jullie nou leuke ideeën hebben, hè, of voor mij of voor mijn vlog, of wat jullie graag willen zien, of wat ik doe, of iets in die richting, laat het me weten. Want ik vind het vloggen wel echt nog heel erg leuk. Het is alleen zo raar dat ik niet echt meer mijn weekenden heb als eerst. Dus ja, voor mij is elke dag een beetje hetzelfde en in het weekend gewoon helemaal niks. Dus, dat is zo raar. Voor iemand die altijd aan het werk is, zeg maar. Dan opeens niks. Dat heb ik jullie al vaker uitgelegd. Maar toch, het is zo nog steeds zo raar. Ja, dus als jullie leuke ideeën hebben, laat het me weten. Gaan we naar bedje, Rambo? Kom maar. Ja, Rambo komt altijd lekker bij me liggen. Nee, is goed. Dan gaat hij nu daar liggen. Nee, is goed. Nou ja, nogmaals heel erg bedankt voor het kijken. En tot volgende week zondag. Doei.